wäre eerst Limburger geweest. Ja, met zo'n mensen, dat kun je gewoon niet meer werken. Die zijn dus op. Maar goed, op een mooie lentedag, ik werk door in die praktijk in Limburg. Ik heb zo'n typisch Limburg stel, die kunt bij mij op spreekuur. Ik zeg tegen die mensen, wat rustig zitten, wat scheelt er dan? Ja, zei die, ja, ja. Ja, ze durven er eigenlijk niet over te beginnen. Nou, lang zeveren en mouwen en sannelen en typisch Limburgs. Kwam het hoge boterend. Ze won gern een kindje en ze konden geen kindje krijgen. Ja, dat is vervelend, hè, voor zo'n mensen. Maar ja, ik heb er ook geen verstand van en ze waren al op ik weet niet hoeveel plotsen geweest. Dus ik denk, nou ja, goed, ik weet het ook niet, maar... Nou, wil het geval, zat ik een week van tevoren, had ik bij de kapper gezeten, had ik mooi blootje zitten lezen, en daar stond in dat er in Amerika, in New York, er zaten rennen en die had heel veel succes op dat gebied. Die kende dat zuiver, hij kreeg zich gelijk zwanger. Maar goed, ik zeg tegen die mensen, weet je wat je moet doen? Je moet naar die specialist door in New York gaan. En die mens, die helpt jullie bij. Dat is zeker. Die heeft zoveel succes gehad, kan niet missen. Dus die mensen doen toe, die grote plas over. Die komen door bij die arts aan. En die arts, die heeft een vrij onconventionele methode. Die zit tegen die mensen. Ik wil eigenlijk graag zien hoe dat jullie met elkaar, hoe kunt je doen. Ja, ja. Ja, zit hij, je moet zelf weten, jullie wilt een kindje. Nou goed, lang aarzelen en samen en mouwen en wouwelen, gingen ze dan toch aan de gang. En die mensen die stonden zo eens aan te kijken, en die kijkt dan nog eens een keer rustig aan. Die krabbelt wat op een papiertje, en die zit tegen die mensen, kleed waar, maar waarom? Neem deze maar mee, dan kunnen we het goed. Nou goed, dus een week of twee naar de hand zitten die mensen weer bij mij toch. En zei ik, hoe had je gewoon? Ja, zei die Limburger, dat kan geen enkel probleem zijn, zei die, had die mensen gezegd. Wij kunnen zo zwanger worden, maar dan moet ik wel een recept hebben voor tridiotrol. Ik zeg, tridiotrol? Ja, zei die, tridiotrol. Ik zeg, daar heb ik nog nooit van gehoord. Geef dat briefje hier. Dus hij geeft dat briefje aan mij. Ik zeg, oh verrek, dat is Engels. Try the other hole. Mee zwanger. Geen enkel punt. Ik zie toch dat ze stom waren. Niet normaal. Ja,